Ja, goedemorgen iedereen, welgekomen. Of goedemorgen, ja, het is al middag, maar bij ons is duidelijk al heel laat in de nacht, want het loopt hier een klein beetje mank. Maar goed, desalniettemin, welgekomen voor de mensen die er nog zijn. Bedoeling is dat we een livestreaming gingen doen met Vrijgaven. Vrijgaven is het dichterscollectief van de VZW WIT. En WIT is een sociaal artistiek centrum hier, lokaliseerd in Kortrijk. Specifiek voor WIT is dat wij eigenlijk collectief werken. Dus wij nodigen kunstenaars uit om in kleine collectieven samen te werken. Heel dikwijls beeldende kunstenaars, muzikanten. En vandaag zijn dat heel bijzonder schrijvers. Dus we hadden een hele tijd terug Peter Hovoet, Anne Kaal, Delphine Vianen en Kenny Callens gevraagd om samen een collectief te vormen binnen een expeditie dat wij op dit moment aan het organiseren zijn. Die expeditie, ik weet het, klinkt allemaal een beetje ingewikkeld, maar het is niet zo ingewikkeld, is eigenlijk een heel lang proces dat wij lopen waarin kunstenaars samenwerken onder een thema. Het thema waar we mee bezig zijn is macht versus onmacht of macht versus, versus kwetsbaarheid. Hè? Dat is een beetje het thema waar we mee bezig zijn. Op dit moment misschien belangrijk om te melden dat precies vandaag, een jaar geleden, wij een vorig thema afgesloten hebben. Want op dit moment, vandaag, is het Werelddag voor het syndroom van Down. Ja, je kunt misschien denken, waarom zou het syndroom van Down moeten een werelddag krijgen? Wat is daar nu mee aan de hand? Wel, in het vorige thema hebben wij met een groep kunstenaars nagedacht over de gevolgen van de NIP-test. De NIP-test, wat zou dat kunnen zijn? Wel, mensen, hou u vast. De NIP-test is eigenlijk een test dat jonge moeders kunnen doen om te zien of dat hun foetus, als ze zwanger zijn, al dan niet het syndroom van Down draagt. En als het syndroom van Down aanwezig is bij die foetus, kunnen ze dan beslissen, gaan we een abortus doen of niet? Nu, dat is zeer gemakkelijk gezegd, maar als je daar een klein beetje over gaat nadenken, dan zie je al vlug dat we hier eigenlijk als verstandige mensen eigenlijk aan het beslissen zijn over leven en dood. Dus dat is eigenlijk wel een heel erg belangrijke beslissing. Maar goed, daarvoor moeten we terug in de tijd. Vandaag, Werelddag Syndroom van Down, kijken wij vooruit in ons nieuw project dat we doen, de nieuwe expeditie Macht versus Onmacht. En het thema wordt vertaald door de titel De Windstoot. De Windstoot, dat ga ik vandaag niet vertellen, daarvoor moet je eens naar onze website gaan, www.dewindstoot.org, en daar ga je uitgebreid zien hoe dat we bij dat thema gekomen zijn. Maar onze schrijvers, dat je straks aan het werk gaat zien, al dan niet, die hebben daar windvangers van gemaakt. Van windstoot hebben zij windvangers gemaakt en ze zijn als collectief aan de slag gegaan. Vandaag hebben ze eigenlijk al een heleboel gedichten, want corona heeft hen niet tegengehouden. Ze zijn gewoon via Zoom, dat vandaag uitzonderlijk niet wil lukken, maar ze zijn via Zoom aan de slag gegaan. Ze hebben elkaar waarschijnlijk 100 keer ontmoet. Dat lukt heel aardig. En vandaag hebben ze eindelijk een 10 à 12 gedichten daaruit geselecteerd, die in tussentijd gebundeld zijn in een kleine poëziebundel. En dankzij de samenwerking met de mensen van Memento Woordfestival, fantastisch, want dat is ook een van onze bedoelingen om samen te werken natuurlijk, konden ze dit vandaag voorstellen. Ze zouden dat op een heel speciale manier doen. Misschien lukt het straks nog, ik weet het niet. Maar in ieder geval, voor die geboorte van die bundel, hebben ze een Peter en een Meter uitgenodigd. De Peter is Christophe Bruneel, die is een beetje de eigenaar van de uitgeverij Lan Kibetien. En als alles mee zit, gaan we die straks nog horen. Wie gaan we zeker horen? De Meter van het project. Want die is hier aanwezig, want die werkt momenteel als letterzetter in Kortrijk. Het gaat over de lieve en heel toffe Anneleen. En ik heb de eer, Anneleen, om de Boorling, het kleine, maar ongelooflijk fijne dichtbundeltje, die bovendien tweetalig is, voorkant Nederland, achterkant Frans, dankzij Lan Kibetien. En ik heb de eer, Anneleen, om u als Meter deze eerste Boorling te overhandigen. Alsjeblieft. Dank je wel, Luc. Ik heb nu al heel veel meegemaakt in deze coronatijden, maar op kraambezoek gaan via Zoom en toch de Boorling mogen vasthouden, dat is wel heel uniek. Dankjewel. Ik ben heel trots dat ik de Meter mag zijn van het boekje.
En ik ben zelfs zo trots dat ik er graag nog een schepje bovenop doe en graag jullie 1,5 meter wil zijn. Ah. Als dat goed is. 1,5 meter, fantastisch. Het is nog altijd een zware bevalling, hè, met de Zoom, dus we gaan zien of het gaat lukken. Maar wat dat in elk geval gaat gebeuren, en dat gaat nu gebeuren, dat is dat ik heel vereerd ben om de eerste zinnen uit het boekje voor te lezen en om ze op die manier eigenlijk letterlijk adem in te blazen. Stil. Bulderbeest. Wij stomen over de noord. Wij steken de baarmoeder aan. Onze verzen blazen over de donderkoppen van de nacht. Windvangers. Ontvang het vuur. Ter aarde. Voilà, hopelijk komt het aan. Ja. Heel mooi, Annelien. Heel mooi. Alsjeblieft. Oh, wat zijn we blij dat de meter er al vast is. Het zou leuk zijn, moesten we straks ook nog de Peter kunnen begroeten. Ja, ik hoor u. Dag allemaal. Zoals de technologie fantastisch is deze dagen, is er hier dus een handgebonden boekje. Vrijhaven, Libertor, tweetalig. Waarom tweetalig? Wel, we leven tenslotte in België, waar de twee grootste taalgroepen het Frans en het Nederlands is. Dus er is een grote kloof tussen de schrijvers en vooral naar de lezers toe, die absoluut niet op de hoogte zijn wat er aan de ene kant van de taalgrens gebeurt en wat er dan aan de andere kant van de taalgrens gebeurt. Ik heb hier nog een artikeltje uitgehaald van 2017. Ik denk dat dat al genoeg zegt. En effectief, waarom wordt er niets vertaald van Wallonië naar Vlaanderen naar Nederland toe? Ik denk dat het om commerciële redenen is. Inhoudelijk zijn die schrijvers in Wallonië niet zo, zou ik zeggen, actualiteitsgebonden. We gaan hier die schrijven over MeToo, om maar iets te zeggen. Dat is niet echt hun ding. En vooral Wallonië, die wel heel zijn specifieke schrijverschap heeft, heeft een grote link met Frankrijk. In Frankrijk worden een beetje als exoten bekeken, zoals ik denk de Vlaamse schrijvers ook in Nederland een beetje als exoten worden bekeken. Maar in feite, die twee taalgroepen zouden zeker op een creatief gebied zijn even maf, zou ik zeggen. Even eigenaardig. En het is goed dat er nu natuurlijk ook een dichter is van het vaderland. Dus dat is iets die fantastisch is, denk ik, en ook uniek. Er is geen één land die zich kan permitteren van dit jaar een Franstalige dichter of schrijver te hebben en het jaar erna een Nederlandstalige schrijver of dichter. Oké, dank je wel, Christophe. Ik denk dat wij jou straks terug horen met effectief een vertaling van een Nederlandstalig gedicht naar het Frans. En ik stel voor Peter, Kenny en Anne en Delphine dat we het proberen van start te gaan. Hallo, ik ben Delphine. Ik ben onlangs gepromoveerd door Vrijhaven. En vandaag stellen wij ons tweetalige gedichtenbundel voor. Door de corona-uitbraak kon Vrijhaven niet meer samenkomen en moesten we allemaal online poëzie schrijven. Soms ontbrak het wel eens aan inspiratie, waardoor we naar een heel goede oplossing gezocht hebben. Ik heb namelijk met mijn smartphone weggetrokken doorheen de wereld en contact blijven houden met Anne, met Kenny en met Peter, om zo de wereld samen te kunnen aanschouwen. Zij konden meevolgen wat ik toonde met mijn smartphone en op die manier hadden zij inspiratie om te schrijven. Wij hebben heel wat fragmentjes en vandaag zullen we één fragment met jullie delen.
Een fragment van in Blankenbergen. Ja, nu zie ik hem. De windvanger? Ja. Fijn, dat kan toch niet zijn? Windvanger. Dat is ongelooflijk. Hier zie je ons aan het werk. Ja, moeten we een foto van trekken. En zie je dat Peter... Het is nog waar ook echt een windvanger? Peter Pan en Kenny poëzie aan het schrijven zijn. Op hetgeen dat we waarnemen. Dat is wel straf, zeg. We zijn gelukkig. En wat is dat rood van onder? Een zwengel? Een rugzakje. Wat zit erin? Van Noah. Iemand heeft zijn rugzakje vergeten. Rugzak ja. Van Noah. Een verloren tasje. Oh, dat is een mooi beeld, zo. Ja, ik krijg niks meer opgeschreven. Het is gewoon te mooi om naar te kijken. Ja. Maar tijdens een voorstelling, gewoon die beelden, prachtig. Ik zie precies reuzen in het zand. Ja. De zand waait door de wolken. Oh, het zand waait door de wolken. Oh, ja. Op deze manier hebben wij wekenlang poëzie geschreven en telkens op een andere plaats heb ik mij bevonden. Ik zie dat Anne zich klaarmaakt voor de geboorte. Laten we even kijken. Zie mijn gemummificeerd lichaam ligt in de wachtschuif. Om geboren te worden, ontzwachteld door de wind. Zwachtel na zwachtel. Herboren worden. Herboren worden, ik voel de aarde, ik hoor water, ik ruik vuur, ik adem vurig het wereldse verlangen. Dank u, zuiderwind, hij Hindoe speelzaal van geuren en kleuren. Jij neemt alles met je op, alles op je weg. En neemt het een eindje mee. Klanken die voeden. Woorden die betasten. Alles weg. Niets opgeslagen. Verdwijnen en verschijnen. Hoe kom ik daar terecht? Vraagt iedereen zich af. In die mysterieuze omgeving op deze eerste lentedag ben ik ontstaan. Gevormd. Op scheppapier. Windvanger, woordenplukker, gematerialiseerd. En de wind, hij waait niet. Kenny, nadat ik zo gemummificeerd gebleven ben, ik verlang eindelijk om jou te horen, om jouw stem, om door jouw stem mij te laten bekoren. Wil jij het gedicht Liefde voor me brengen? Ja, Anne.
Liefde, ze kan zo mooi zijn. Liefde, ze kan zo groot zijn. Ze kijkt me aan. Laat mij niet staan. Dat nu ik liefde. Stop met poker. Ik heb zo'n gezegd dat ik een lief heb. Ik heb zo'n gezegd dat ik lief heb. Wiebe kan dat zien zijn. Dank u wel, Kenny Callens. Zo mooi, Kenny, u nog eens te horen. Dat was trouwens uw grootste hit, weet je nog? Dat meegezongen werd tot in Duitsland, in Frankfurt. Het gedicht van Kenny Callens, Liebe, die kan zo schön zijn. Ongelooflijk hoe de tijd verstrijkt, Kenny. Wij kennen elkaar al van 2006. Zijn wij samen poëzie beginnen schrijven. Nadien was er die legendarische poëziebus, de Vrijbus. En kwam daar onder andere die geweldige dichteres-actrice Ann Kaal erbij. Daar is haar handje. De Vrijbus bestaat niet meer, maar de Vrijhaven leeft. Vooral in deze coronatijden, dankzij onze bootsvrouwen, Delphine, Viane, wuif nog een keer, Delphine. Hey, bedankt om ons te begeesteren. We hebben een nieuwe dichtbundel. En daar zijn we allemaal heel blij mee. Het is dankzij die dichtbundel van Anki Butin dat wij hier vanuit de wind, vanuit de verhalen en de poëzie op papier geboren worden. Anne, ik zie je nu omzwachteld. Anne Kaal daar in Menen, jij hebt ons ook in een hypnose gebracht. Jij hebt ons leren reizen in het hoofd, waardoor wij niet meer moesten zoeken naar poëzie. Die zat diep in ons. Ik herinner mij uw woorden, ik heb ze opgeschreven, die ons betoverden. Hoor, de wind fluistert. Hoor, de ziel fluistert. Wat wil ze ons vertellen? Welke woorden zullen ons vergezellen? Zeg het ons, aardling, wat is jouw ergste ding? Wat wil je aan de wereld kwijt, aan de Vrijhaven, ons dichterscollectief? Iets goed, geen verwijt. Wij luisteren naar u zacht gefluister. Oei, je gaat fel tekeer. Herhaal dat nog eens een keer. Herhaal dat nog eens een keer. Ja, Peter. Wij zijn abonnee geworden op de wind. We hebben ons geabonneerd op zijn gefluister, op zijn geblaas. En we hebben de woorden gevangen in onze windvanger. En die woorden schreven we om tot poëzie. Vandaar het gedicht Windvanger. Windvanger, wat fluistert de wind je toe? Wie luistert er naar de wind en hoe? De windvanger heel alleen hoort wat de wind hem vertelt. In droefheid of vol blijdschap. En vertaalt hij in een poëzie van mensen, van een dorp. Het huilen van de wind is een klaagzang der eenzaamheid, is een ballade der verbondenheid. Met minuscule veranderingen in zijn ademhaling blaast hij zijn verhaal. Een verhaal van mensen en dingen. Het is zijn manier van zingen. De wind. De wind. Hij spreekt uit wat mensen niet durven te vertellen. En wij vangen die verhalen. Van een zuchtje tot een storm. We verzamelen die allen en delen ze met u.
Delphine, je hebt alles gedeeld in deze coronatijd. Wij maakten een deel uit van uw bubbel. En we keken vanuit jouw perspectief. Een perspectief die eigenlijk veel hoger was dan wat het gewoon was. Je keek meer op de wereld neer en wij keken. We zagen de ogen in glas die ons aanschouwden. En we vangen de woorden tussen bulderen van wind en water. En ontnieuwd waren jouw woorden aan het wapperen in de wind. Liplezend bleven we achter. Wil jij voor ons een groepsgedicht voorlezen? Jazeker, Anne. Het volgende groepsgedicht heet Hypnose en gaat als volgt. Wij zijn de windvangers van de poëzie. Dompel u onder in ons wijwatervat van woorden. Wij vangen uw ongefilterde klanken in onze alpenhoren. Wij gaan naar de wereld. Wees onze ogen. Zie de hangende tuinen. Zie wat hij niet ziet. Hoor de schallende bazuinen. Spreek tot ons vanuit de stem. Dieper en dieper. Diep in de berg luistert de wind. Wind in de regen, als je drinkt met een glas water, moest eens naar buiten gaan. Daar in te veel wolken zit veel druppels in de regen van het water. Veel natte regen en ijskoude wind. Van de sneeuwblokjes. Koude wind in de regen moet naar binnen verwanden. In het vuurtje steken, handen wrijven tot in warmte krijgen. Een warme jas aandoen. Dode wind in de regen, door alles heen met donderslag. Erbij. Dank u, kapitein Kenny Callans. Voor de mensen die misschien net geklikt hebben op een link, wij zijn Vrijhaven, een dichterscollectief dat al lang bezig is. Wij zijn naar nergens geweest en nu zijn wij wind aan het vangen, verhalen en poëzie. Ik zing voor onze bootsvrouwe Delphine Viane. Wilt je nog eens waaien, Delphine? Een lied van Jerry Rafferty. See, the dark night has come down on us. The world is living in its dream. But now we know we can wake up from this sleep. Set out on the journey, find a ship to take us on the way. Delphine, vlieg voor ons naar een haven, naar huis, in de wind, door de wind. Want jij, hier in deze Zoomvakjes, jij bent onze ogen. Door jou zien wij reuzen. In het zand. Ik breng voor jullie mijn eerste vrijhavengedicht. En de wind waait verder. Al is het maar voor even. Stilstaan in de wind. Maar de wind is sterk. De wind is krachtig. Al is het maar voor even. Stilstaan in de wind. Maar de wind
duwt me vooruit. De wind duwt me omver. De wind neemt me mee. En ik duw me terug en ik krabbel overeind. En ik sta stil. Want ik wil stilstaan. Al is het maar voor even. Stilstaan in de wind. Amai, Delphine, voordat we jou leren kennen, moesten wij naar nergens varen. Naar nergens konden wij gaan. Naar nergens wilden wij varen. Naar nergens zouden wij gaan. Kwamen wij jou tegen in de artistieke expeditie De Windstoot. En ik kan niet wachten, nu wij op aarde zijn gekomen, om nieuwe avonturen tegemoet te gaan. Wie weet wat de toekomst brengt. Voor de kijkers en de luisteraars, je moet u voorstellen hoe heerlijk zot onze bootsvrouw Delphine is. Zij nodigde ons uit bij haar thuis via Zoom. Ze had de kachel aangestoken en ze had lekkere hapjes en drankjes. En wij konden gewoon proeven. Wij voelden ons niet meer gevangen in de Zoom. Want Delphine had zelfs sushi's gemaakt. Ongelooflijk, bij een vuurfeest. Dat ook in ons boekje is terechtgekomen. Een gedicht dat ik u zal voordragen. Vuurfeest. Het gaat over een grote reus die heel klein wordt en als een kindje geboren wordt tijdens het feest van het vuur. Virus dat geen drager meer vindt. Het wordt mens. Het ruikt het mos, het water en de aarde. Ik wil niet meer naar de sterren. Het benzinegeur, dat ingekleurd Netflixblauw. Moeder, ik wil naar de wereld. Ik was een reus die at van het vuur. Nu word ik een stervend vonkje. Hey, dag vossenfee. Heb geen dieptevrees. Ik zie alles wat je zegt. Appel ben je? De hemel die op de mensen valt. En kijk, daar is Kenny. Hij komt van de maan. De wind die door de regen waait, zegt hij. En de wolken breken in ons hoofd. Hé, hey, mama, ik vat je niet. Je bent een vlek. Je hebt vier ogen en twee neuzen. Vlij je zachte staart op mijn hart. Zo. De zon maakt een lichtplasje. En het maantje? Mooi is het maantje. Beste mensen, ja, wij gaan u laten meekijken in onze teksten dankzij de nieuwste technologische innovaties. En dat heet Share Screen. En via deze Share Screen gaat u de teksten zien, onder andere van onze kapitein Kenny. En kunt ge gewoon meelezen. Dankzij onze bootsvrouw ben ik nu co-host. En gaan we een keer kicken. Hè? Hoog in de... Ja. Hoog in de berg. Zet de wolken neer. En hoog naar de wolken. Van de regenwolken
van de regenboog. Naar links en naar rechts. Onder meer is de regenboog. En elke regenboog heeft een kleur van een dag. Winterstraal in de zon. Van de wind van de bomen waaien de bladeren. Volgend gedicht noemt eigenlijk Zoomoost. En het is een gedicht waar we de zinnen hebben geoost tijdens de Zoommeeting van 2 december. Een Zoommeeting waar we droomden over vandaag, over een live optreden misschien. Maar helaas moeten we nog een stukje vastgeroest blijven in onze Zoomhokjes. En we hunkeren naar het lijfelijk kunnen ruiken van elkaars inspiratie. Wij dichters worden op proef gesteld. En hier luisteren we naar de oost van de zinnen. Zoom-oost. Laat ons even terugwaaien. Met een lied waar je de wind in voelt. Fotocolair voortdoen, zolang de inspiratie loopt. Het kan even goed gaan over ham en bier. De plek moet nog ontsloten worden. Droom en werkelijkheid zijn één flauw. Het beste moet nog komen. De tol zal zwaar zijn. Een gevoelig geestonderzoek via de neus. Je gaat in je hoofd poëzie zien zitten. De gezelligheid wordt verbroken. Hij zit in de wachtkamer van de poëzie, zinnen uitdelend. Zij ruikt vooral naar dampende koffie en naar bevroren wintertenen. U wordt gevolgd. En het volgende gedicht heeft Kenny geschreven terwijl dat Delphine trok doorheen de wind en de regen. Kletsnat en wegwaaiend konden wij vanuit onze warme huiskamer en Kenny dus vanuit Anzegem een gedicht schrijven zonder te voelen wat dat die regen eigenlijk was. Hier zie je zijn gedicht. Wind waait door regen, door de wind, door de regen. Want alles heen, veel ongeluk in de kust van de wind en de regen, wat neer, 's morgens tot 's avonds. En wind waar de regen heen, veel ongeluk bij de mensen en ook veel auto's pijn gedaan hebben, wanneer naar ziekenhuis gebracht worden. Bomen waaien en stuk vallen op de auto's. En gewonde mensen brengen we naar het ziekenhuis. Niet en dat en dat is niet. Kenny, jij bent onze kapitein. Zou je je kapiteinspet willen opzetten en ons meevoeren naar jouw mooiste verzen? Hier verzameld in het gedicht De Vuurpijlen. De vuurpijlen van kapitein Kenny. Diep in je hoofd gaan. Zie wat je ziet. Voor ogen, daar is de wereld. In de wolken, bakkerij van de zon. Kasteel van de zon. Is de droom gesloten. Redding van de zee. Waait en hartje van de en de wind. Toveren en toveren met een dove kracht. De klok van het leven. Diep in mij brandt het vuur. Woef is er
Toet de wijde storm. Maak ik de handen warm in de schaduw van het gras. De banken zitten zonder mensen. In de hut kijken. We gaan naar de zon. Het zand waait door de wolken. Vuur van de bomen stokken in het brand. Als het vuur in brand steekt, het is nu laat. Het is tijd. Kom, we gaan naar huis. Ik heb geen spijt, want ik ben Kenny, Kenny van de zee. Vaart met Kenny, vaart met Kenny mee. En als je de bundel hebt aangeschaft via een mailtje naar ankibutin.com of inschrijvingen at vzwwit.org, dan kunt je gewoon meelezen en thuis meezingen. En hopelijk ook binnenkort de zanger Christophe op televisie samen met Kenny. Ik ben Kenny, Kenny van de zee. Vaar met Kenny, vaar met Kenny mee. Oh, hoor. Het is de uitgever zelf. Christophe Brunet. Christophe, jij bent de kapitein Haddock van de tweetalige poëzie. Bedankt dat wij in uw mooie uitgave mogen zitten. We hebben een verrassing voor Kenny, voor onze kapitein van de Vrijhaven. En voor de mensen thuis. Namelijk, hoe zou een gedicht van Kenny in het Frans klinken, Christophe? Le fusée, de kapitein Kenny. Pénétrer profondément dans ta tête. Voir ce que tes yeux imaginent. Là se trouve le monde dans les nuages. Boulangerie du soleil, château du soleil. Le rêve est-il fermé, sauvetage de la mer. S'envole un petit cœur dans le vent. Exercer et exercer la magie avec force magique. Oh, 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 la force de la vie. Dans mes profondeurs brûle le feu. Waf, waf, waf. Et quand il y a oui, 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 la tempête soufflante fait ouh, ouh, ouh. Là, je réchauffe les mains. Dans l'ombre de l'herbe, les bancs sont en manque de gens. Dans le ciel, nous regardons le soleil. Le sable souffle à travers les nuages. Feu des arbres, bâtons dans les flammes. Quand le feu met le feu, il se fait tard. Il est temps. Viens. Nous allons à la maison. Je n'ai pas de regrets. Car je suis Kenny, Kenny de la mer, navigue avec Kenny, navigue uni avec Kenny. Mauvais toch, zeggen ze in de Ardennen. Christophe, zou het niet fijn zijn? En bedankt Luc van Dierendonk en de figuranten, iedereen die ons doorheen de jaren steunt, dat we misschien eens naar de Ardennen gaan en naar Frankrijk en onze verzen in het Fransozisch plegen. Ik denk dat Kenny dat wel zie zitten. Kenny in het Frans optreden. Dat moet lukken. Zeg Christophe, ja? De geruchten gaan dat dit tweetalige boekje wordt verstuurd aan slechts €15, inclusief verzendingskosten. Absoluut, absoluut. Fantastisch.
En kan je misschien ons iets vertellen over ankibutin? Wat betekent dat? In het Nederlands betekent dat de ezel die graait. Graait? Steelt. In de zin van, wij gaan naar auteurs en plastische kunstenaars toe om hen oneerlijke voorstellen te doen, uiteraard. Voor uithalen. Bij ons voor zijn. Ja, voilà. En dus dat is een Franse uitgeverij, die bestaat sinds 1999, samen gesticht met Anne Thoré. Wat dat niet belet, dat we niet enkel Franstalige boeken hebben uitgegeven. Samen met Weilen, VZ2-3-werf van Kortrijk, gaven we een aantal Nederlandstalige boeken uit. Maar opeens, ja, ik ben goed bevriend met onze goede kameraad Jean-Pierre Verheggen. Ach. En ik nam het op mij om een boek te vertalen van hem dat nog nooit gebeurd is in de Vlaamse contreien of de Nederlandstalige contreien. Zoals hier het artikel. Waarom lezen we de Franstalige Belgen niet? Wel, omdat quasi geen boeken vertaald werden in het Frans, van het Frans naar het Nederlands. Dus wat geschiedde? Onze eersteling die verscheen was Pubert Putain, Pubers Pietenpakkers. En het specifieke van deze serie, die de Long Bifide of noemen ze dat weer Gespleten Tong heet, is dat de twee talen naast elkaar worden gepresenteerd. Enkel alleen al voor het respect van het originele schrijfsel, dat is één. En twee, men moet ook niet vergeten dat vertalen is altijd hertalen. Dus als men zelfs maar een klein beetje van de originele taal kent, kan men dus bij het lezen zien hoe dat er effectief eruit zag in het origineel. Je hebt dat prachtig gedaan, Christophe. Ik denk dat de mensen... hoeveel exemplaren zijn er van in de eerste druk gemaakt? Van? Ons boekje. 111. Handgebonden. Ja. Ik koop er al zeker 100 zelf van aan. Er is nog één exemplaar vrij. Allen een mailtje sturen naar ankibutin@gmail.com of inschrijvingen@vz2wit.org. We kunnen het allemaal lezen, hè, op de site en de Facebook van VZ2Wit. De tijd verstrijkt. Ik zal nog een gedichtje lezen uit de bundel van mezelf, van Peter H.H., Peter Holvoet Hansen. En dan hebben we een mooie afsluiter voor u, lieve Zoom-kinderen. Maar eerst nog dit gedicht. Met een nieuwe bril op. Grafschrift voor de levenden. Heb je een droom die je niet meer kunt dromen? Een beeld dat blijft vervagen? Kijk dan naar dit gedicht. Nog hangen bomen aan de takken. En het gezicht vangt wind en is van aarde. Verbonden met de doden en hun sporen als gaten in de lucht. Een gescheurde wolk voor de lappenmand. Miserie in de kleren. Besta je veel te hard, doe kroezen, roezen. Zie je een patroon van uitgezogen raten wel? 'S avonds vangt onze hand het bronzen licht, bewaart het diep onder dons en veren, onvervangbaar. Kijkt u nog even mee naar enkele verzen van ons, Vrijhaven, Delphine, Kenny, Anne en redacteurtje Peter. En het zullen verzen zijn die je nog niet kent of gelezen hebt, waar we nog druk mee aan de slag gaan, waar we nieuwe gedichten van gaan maken. En hopelijk zien we u
in een tijd dat corona in een ver en angstig verleden thuis behoort. We gaan een keer kijken naar nieuwe, onontgonnen verzen die wij gevangen hebben in en uit de wind. Wat wil je aan de wereld kwijt? Kan je mij ghost maken? Stak het fles vast, schieterlet. Daar is toverkracht van de tofzuiger. Een novembersluier ontfutselt de poëzie uit je lichaam. Onderga het gebeuren. Ik ben in de kattenhemel. Jij bent in de wolkenhemel. Diep in je hoofd. Haan, ziet wat je ziet voor je ogen. Doet je ogen dicht. Nu ben ik in de wolken. Zacht slaap ik op de wolken. Een hoog stemmetje. Mijn moeder. Ze roept mij in het licht. Hoog in de bomen, vandaar kan ik zien de wereld. Niets om te zien, dan doe ik mijn ogen open. Doven en doveren willen alle mensen van elkaar. De banken zitten zonder mensen. Zandzak, een hartje waait in de wind. Op de schaduw van het gras, in de kooi van de vogel, van de steen, van mooi is het kasteel, van de zon, de rivier. Van het kasteel, het mos van de bomen, het beukennootje, stokje de bladeren, vallen in het gras van het mos en de modder zoenen licht op de bladeren, op de takken, vallen in het water, de bal. En zie daar de waterkikkers broeden in het water. De schaduw van het gras. In de lucht kijken naar de zon. Als het vuur in brand steekt. Vuur van de bomen. Stokken in de brand. Wind, water. In de kust van de wind. Daar is de wereld. Val niet op de wereld. Het gevangen ligt. Ieper, ik zie drie mensen zonder hoofd. Een vrouw in het raam. Blankenbergen. De wolken hangen vast aan de torens in de zee. En Kenny... Die zegt, oh, mijn meisje toch, het zand waait door de wolken. Laag en romig zijn de wolken. Het is een grote wereld. Delphine, jij bent een kunstwerk in een open kooi. Wij zijn kunstwerken in een open kooi. En ook bomen hebben vingers. In de geschilderde lucht. Een weerspiegeling wokt voorbij. Ogen van glas staren ons aan. Schimmen duiken op in de afronding van de stad. Als de vogel vecht tegen de wind boven. Een afgrond van de wilde zee. Piepte zonnestralen hoor.
De weerspiegeling blaast aan ons voorbij. Onder de boog wandelt ze op het water met haar fotografisch geheugen. Zij is uit wrakhout gesneden, recht door zee. Voelen en ruiken. Ik zie een spiegeling van mezelf in de regenton. 2% en het beeld is weg. Ik ga terug naar de zon. En als ik kijk op mijn scherm, zie ik hetzelfde. Maar nu in braille. Vuur in de kachel is als liefde. Ja, plant een wereldbol, wortel doorheen de aarde. Eenzame stad van pastel. Onder mijn dekentje is het warmst. Droom en werkelijkheid zijn één flauw in de wachtkamer van de poëzie. De wolken. De wind. De liefde. De wolken. De wind. De liefde. De wolken. De wind. De liefde. Windvangers ter aarde. Dat was het. Vrijhaven collectief met de Windvangers. Je kunt deze voorstelling bekijken op de website van onze expeditie, namelijk www.windstoot.org. En misschien voor de mensen die het zich aantrekken, als je bij de Windstoot bent, ga dan ook eens zien naar de andere kunstenaars, want er zijn er heel wat die hier aan deelnemen. En de bedoeling daarvan is dat we nu de komende maanden nog verder aan dat thema werken, macht versus onmacht. En dat daar een tentoonstelling uitkomt. Een tentoonstelling die we samen met een van onze co-producenten, namelijk het Dr. Ghislain Museum, aan het voorbereiden zijn. Maar dan zijn we al een heel stuk in 22, misschien zelfs in 23. We houden u op de hoogte. Het wordt alvast spannend. Allee, voilà. Het is dan toch nog gered. Santé, iedereen. Tot ziens. Daag. Lang zullen we leven. Lang zullen we leven. Goed, Vrijhaven Libre Port is een kleine publicatie. Die kun je bestellen via e-mail. Je mailt oftewel naar landcubetien, oftewel inschrijving advisituit.org, oftewel heinatfiguranten.org. Die informatie vind je ook terug natuurlijk op de website van De Wit en dit van de figuranten uit Menen. Dank u wel, Meter en Peter. Dank u wel, mensen van het Woordfestival en de crew. Daag.